Breda Nu. Je weet het meteen. Deze week is er een speciale archeologische vondst gedaan bij het station in Breda. Er zijn namelijk skeletten gevonden van oud-soldaten uit 1870. Wij gingen de straat op en vroegen de Bredanaar: wat hoopt u te vinden wanneer u in uw eigen achtertuin een gat graaft? Mevrouw, als u in uw tuin gaat graven, wat zou u willen vinden? Oh, vind ik het toch een hele lastige. Een leuke schat natuurlijk, of juwelen, dat zou toch wel heel erg mooi zijn. Ja, voor de rest. Wat zou u denken te vinden? Helemaal niks, want ik heb geen tuin. Oh, u zit op een balkonnetje, driehoog. En voor mevrouw? Ik heb er ook wel een tuin, maar die zit vol met stenen. Oh. Dus u gaat waarschijnlijk alleen stenen vinden? Ik kan niet graven. Ik zou het niet weten, eigenlijk. Er is helemaal niks wat u nu graag zou willen vinden in de tuin? Nee, eigenlijk niet echt. Nou, niks bijzonders, denk ik. Helemaal niks? Nee. Wat zou je graag willen vinden? Nou, wel eigenlijk iets bijzonders waar je echt van denkt, oh, als dat maar heel veel geld waard is, dan... Ja, of gewoon heel veel geld, schatkist met geld of zo. Dat we lekker op vakantie kunnen, waar de zon schijnt. Ja, want het is heel koud. Goeie vraag. Zand, denk ik. Zand. En niks waardevols verder? Eén grote berg met zand. Eén grote berg met zand. Hoe ver ik ga. Misschien kom ik aan Australië uit. Dus, Dan kunt u nog even gaan. Meer dan zand kom ik niet. Geld. Veel geld? Ja. Zodat je wat kan doen? Shoppen. Mm-hmm. Goud. Ja. Om wat ermee te kunnen doen? Weet ik veel. Ja, wat hoop te vinden. Goud. Goud. Wat wilt u met dat goud doen dan? Grafje. Ja, maar ik woon in een flat, dus ik heb niet eens een achtertuin. U heeft geen achtertuin. Heeft u bloempotten? Ja, die heb ik zeker. Wat denkt u daar te vinden? Ja, bloemen. Wortels van de bloemen, hè. Een dino. Een dino? Nog levend of dood? Dood. Dood, ja. Dat zou mooi zijn als hij leeft natuurlijk. Nou, eigenlijk vrij weinig, denk ik. Wat hoop je te vinden? Een heel grote schat. Met heel veel geld, denk ik. Ja? Zodat je lekker op vakantie kan? Ja. En voor u, mevrouw? Ja, eigenlijk wel een beetje hetzelfde, ja. Zodat jullie samen op vakantie kunnen? Ja, misschien wel, ja. Inderdaad. Ja, geen idee. Wat zou je kunnen vinden? Misschien wel iets van van vroeger dat wel interessant is, maar... Ja, toch liever die schatkist dan, inderdaad. Ja. Toch liever de schatkist. Een schatkist met geld, natuurlijk. En wat wil je daarmee doen dan? Ik denk een hele mooie auto kopen. Mooie auto. Nou, dankjewel. Dat was hem. Graag gedaan.